dominee is een diepgelovige man. Met een onkreukbare karakter, een man van integriteit. Een onzelfzuchtige mens, wat een reine leven leidt. En zijn medemens met meer gevoel en empathie behandelt. En juist toen hij zijn hand uitreikt om te helpen, wordt hij die slachtoffer van daarie. Duistere perverse, aanbidder van duivelse dingen met zijn vieselijke seksuele neigings. Mijn cliënt is een geziene en gerespecteerde man in die gemeenschap. Voorzitter van die schoolraad en kampvechter. Jammer. Kampvechter voor normale normen en waardes. Lid van die censorraad en initieerder van die veldtocht en die publicatie van vulgaire tijdschriften. My client, Pony, definitely only likes girls. I have witnesses who can testify under oath that whilst he was in hospital, he constantly grabbed the nurses by their boobs and enjoyed it. He also grabbed me by the boobs, baie keer. Maar, excellentie, als het niet voor haar verdomde welding machine was, nie, was ik en Pony al getrouwd en het het nooit gebeurd. Nie. Die gasten was al genooi en alles. Pony, hoe kon jy? Toe die beskuldigde by die pastorie uithardloop, toe sien ek vir papa en die geweldige skok op sy gezicht. Hy was so bleek soos die dood. En al wat hy kon sê was, help my, help my mama. En toe beswijk hy. Nou, Pony is een goeie sin. Bietjie oorke toe als maar. Wrachtig niet zo erg dat hij die dominee zal aanzien voor de ter. Als dit niet voor mij geloof was, nie, geloof ik niet dat ik hier die nachtmerrie ondervinding kon verwerken. Voor mij was het een catharsis. Maar ik koester geen wraak. Nie. Nee. Meneer Fourie. Pony, broer, ik vergewe jou. Jij hebt hulp nodig. Ik is onschuldig, je edele achtbare. Genian, hulle allemaal boven mijn pa praat absolute kak.